heb een stuk installatie gemaakt, zoals je achter mij kan zien. En ik heb een stuk geprogrammeerd vanmiddag en ik ga straks ook weer verder. Paul is heel lekker rustig, ontspannen bezig. Gistermorgen toen had hij een beetje gezonde spanning. Maar toen hij één keer aan de gang was, toen ging het heel goed met hem. Ja, het gaat met mij helemaal top vandaag. Gisteren ook. Hij weet wat hij moet doen, hij kan het. Dus ik maak me er geen zorgen over. Voor mij is de grote uitdaging om het te onderscheiden van de rest. Want die andere jongens zijn ook heel goed bezig. Je moet net even netteren, net even verbeteren. Ja, daar doe ik mijn best voor. De tijd is denk ik de grootste uitdaging voor hem. En aan het eind van de opdracht moeten ze dus opleveren, een formulier invullen. En dat is heel belangrijk en dat moet hij wel binnen de tijd doen. En dan pas kan hij de spanning opzetten en kan hij dus zijn werkstuk testen of het allemaal werkt zoals het behoort te werken. Mijn sterkste punt is toch wel snelheid, dat kan ik hier wel merken. Ik loop een beetje voor op schema en ik moet alleen nog maar meten en een paar kappen erop zetten en dan ben ik klaar voor vandaag. Wij kwamen hier gisterochtend aanwandelen en dan die eerste wedstrijddag en die spanning, ja, die voel je aan. Ja, ik had een heel groot brok in mijn keel, ja. Dus ik heb hem even aangekeken en we zijn weer doorgelopen, want ik denk als mijn tranen vloeien gaan zijn er zo. Ik denk dat moet niet. Ja, ik vind het fijn dat mijn ouders hier zijn, dat geeft me een goed gevoel. Ja, dat heeft bij hem een positief effect. Als we dan, net liepen we samen richting de lunch. En dan armen om elkaar heen. En dan is het echt even één familie die hem even de hart onder de riem steekt. Ik voel ook dat mijn ouders trots op me zijn. En dat geeft me ook een goed gevoel en de motivatie om door te gaan. Dat hij jaren 5, 6 was, toen knutselde hij wel wat met subs en met een stereotorentje en met muziek en subs. Langzamerhand kwam de computer erbij. Ja, dus daar zat wel, dat hij 10 was, wisten we wel dat hij de elektra ook in ging. Ze moeten niet te veel bij hem achter hem staan, maar dat weten ze ook. Dat is helemaal geen probleem, maar ze leven heel erg mee. Mensen om me heen leiden me wel een beetje af, maar dan doe ik gewoon lekker mijn oor op mijn zin. Ik doe mijn eigen ding en dat lukt allemaal wel. Het is gewoon geweldig als je hier aan mee mag doen. Dat je Nederlands kampioen bent geworden en dat je dit mee mag maken. Ik vond het mooi dat hij Nederlands kampioen werd. Daar was ik echt trots op. Dat vond ik wel erg mooi. Paul die is gewoon, ja, hij is lekker met zijn werk bezig. Hij heeft de lol aan om dat werk te doen. Hij heeft de kennis in huis. Dus hij is gewoon ontspannen bezig. En dat is heel belangrijk.